Ik ga met vrienden naar Antwerpen. McDonald's. Back to the future. Aangekomen in Circuit van Zolder, want vandaag is het track day. Op zondag komen er geen vlogs meer online. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. We moeten wat lager komen, anders worden we zo donker. Oh ja. Ziet? Nee, much better. Wij zijn wakker. Het is... Ah ja, het is zomertijd nu, hè. Het uur is veranderd. Het is kwart voor 12, maar normaal. Eigenlijk kwart voor 11, ja. Ja, we zijn wel moe. Allee, ik toch. Ik ook. Het was wel een heel gezellige avond gisteren, hè. Ik ga vandaag naar mijn ouders. En Sammy hier. Is dat alles wat je gaat doen? Bij ja. Ouders? En hier in huis van alles. Oké. Okay. Ik ga met vrienden naar Antwerpen voor een automeeting. Ja. En Sam gaat jullie meenemen. Yes. En ik ga jullie meenemen in een aparte vlog. Met mijn gsm, aangezien we nog geen tweede camera hebben. Dus de beelden gaan misschien iets minder kwaliteit zijn. Nog altijd niet gemaakt. Maar ik ga jullie wel meenemen ook. Oké. Okay. Ja, doe het dan toch met mijn gsm. Oké. Okay. Dat is wel lief, hè? Dat is wel lief van u. Oké. Ik ga je missen, hè. Ik ook. We eten scrambled eggs met sriracha saus. En Sam heeft nog een espresso. Alright, het is zondag en het zonnetje schijnt, dus dat wil zeggen dat het super druk is in de car wash. We zijn weer aan het aanschuiven. Er staat veel volk. Nu even snel een beetje afspuiten dat de auto er fatsoenlijk uitziet. En dan zijn we met een stuk of drie auto's gaan wij samen naar Antwerpen. Het is een BMW meeting. Ben er nooit geweest. Heel benieuwd wat het gaat zijn, als er veel volk gaat zijn, als er mooie auto's gaan zijn. Maar gewoon fijn om even van huis te zijn, van het zonnetje te genieten en een paar mooie beeldjes te schieten. Dus we gaan even nog eten. Back to the future. Oh ja. Check die klappen. Oh man. Change of plans. Er was niet zoveel te zien in Antwerpen, dus we hebben samen de auto gepakt en we zijn nu aangekomen in Circuit van Zolder, want vandaag is het track day. Track day wil zeggen dat je zelf kunt inschrijven met je eigen auto op het circuit kunt rijden. We gaan niet meedoen natuurlijk, maar we gaan ons even kijken wat er hier aan de gang is en als er wat volk bezig is. I'm home, met schatje. Hey.
Ogen voor het verrassingseffect. Oei. Ja, maar dat was een natkes. Ja, ik hou het verrassingseffect. Yes. Oh, ik ben terug thuis van een dagje met de boys. Met de boys. Met de boys. De boys. Af en toe moet je zo'n mannendagje hebben, hè. Wat ik vandaag heb gedaan, dat zien jullie in de vlog morgen. Spannend zo, hè. Ik had echt zo'n dat ik dat allemaal day. Gemist heb. Ja. Als je ziet aan mijn haar en zo. Dan weet je dat het goed is geweest. We gaan nu eten. Ja. We hebben restjes. Restjes. We hebben restjesavond, ja. Ja. We hebben... Ik zal het laten zien. Show it. We hebben koolrolade van papa. Dat heb ik deze middag eigenlijk ook gegeten. Mm-hmm. Oei, spoiler. Voor de vlog van morgen. Oh nee. Man, nu weet je wat je gegeten hebt. Maar dat is dus eigenlijk... Koolrolade is gehakt in zo koolbladeren. Koolbladeren, maar dat is wel heel lekker. Normaal moet je dat met aardappelen eten. En dat is iets Duits. Is lekker, hè? Is lekker. Ja. Dan hebben we hier... Celina en Nick hadden gisteren een curry niet opgegeten helemaal. Dus hebben wij rijst gekookt en hebben we die curry erbij gedaan. Lekker. Mm. Dan hebben we hier... Celine en Nick hadden gisteren een edamame niet opgegeten, dus die hebben we ook nog opgewarmd. Ah, niet te goed opgevoed, hè. Dan hebben we nog wat chipsjes en dipjes. Mm. Kip voor Sam van mijn teriyaki gisteren. En hier heb ik rijstcrackers gemaakt met avocado, tomaatjes, champignon... En mayonaise. Yummy. Lekker gezellig. En Gent-West staat klaar om te kijken. Ja, we gaan Gent-West dus kijken. We gaan lekker gezellig de zetel. Kijk, cozy, we hebben echt al lang niet meer in de zetel gezeten. Ja, echt zo'n avondje. Ik weet echt niet meer wanneer zelfs. Zetel hangen en niet te veel doen. Ja, ik weet zelfs echt niet meer wanneer we nog in de zetel hebben gezeten. Nee, dat is waar. Ja, ben ik en Celine vrijdag, maar dat is anders. Hè. Ja, ja. Maar niet zo dat je echt thuis zit en... Ja, en niks moet doen. Ja. Zalig. Yes. Alhoewel, ik moet zelfs nog wel 3 vlogs monteren, dus... 3? Ja. Ah ja, wat ik ook nog wou zeggen. Op zondag komen er geen vlogs meer online. We hebben besloten dat we zondag rustdag doen. Ja. Want het is wel echt heel veel. Mm-hmm. Elke dag filmen we. Elke dag monteer ik. Of als Sam iets heeft gefilmd, monteert hij dat zelf. En dan is het altijd zo hectisch. En zeker als het druk is, zoals voorbije week, dan moet ik nog echt die ochtend de vlog van die avond monteren. Dat is echt een heel gedoe en zo geraak ik nooit voor. Dus hadden we besloten van oké, we gaan op zondag geen vlogs doen, zodat we 1 rustdag hebben en kunnen bijbenen met monteren. Hopelijk vinden jullie dat oké. Ik hoop het ook, hè. Ik denk het wel. We are tired. Yes. Oh, we hebben de hele avond nog gemonteerd. Ja, en gegeten en tv gekeken. Ja. En op de zetel gelegen. Ik heb niet veel tv gezien. Nee, ik ook niet. Dat staat op, maar ik heb 3 vlogs gemonteerd, terwijl dat jij er 1 hebt gemonteerd. Het is nu 11:30 en ik heb van 9:00 tot nu vlogs gemonteerd. Ik heb mijn computer opgeruimd een beetje. Stond zo vol, dus... Hopelijk vonden jullie Sam's vlog leuk. Ja, het was maar kort vandaag. Had jij een fijne dag? Ja, het was wel leuk. Vond het leuk. Ja? Jij? Ja, jij was blijkbaar blij om eventjes van huis te zijn, hè. Dat hoorde ik u zeggen in de vlog toen ik aan het monteren was. Foei. Zeg. Nee, niet blij om van huis te zijn, maar blij om... Gisteren heb ik de hele dag binnen moeten zitten. Ja, dat is en werken. Nu wou ik eens... Het was zo mooi weer, de zon scheen. Dus nu wou ik eens buiten komen. En dan kon ik eens genieten van... Dat is wel waar. Buiten. En dan iets doen nog, zoals. En zo zonder mij is wel stof. Nee, nee. Dat is niet waar. Nee, maar dat is fijn. Dat is ook nodig, hè. Boys time. Zeker weten. Weet je, binnen... Welke vlog is dit nu? Op woensdag... Dus binnen een week in de vlogs, denk ik. Ongeveer zijn we hier. Florida! Eigenlijk al binnen 3 dagen als jullie deze vlog kijken, maar de vlogs komen iets later. Dus. Dat is waar. Kijk er naar uit. Ja, maar ik ook nog 1 weekje goed doorwerken. Ja, ik ook. Deadlines halen. Nog een drukke week.
in de week. Ik word er moe als ik eraan denk. Maar wel ook nog wel leuke dingen. Ja, maar alles moet zo af zijn nu, hè. Ja, bij ook voor u, ja, voor mij sowieso en voor bij u. Bij mij gaat het door, hè. Ja, maar, nee, maar je gaat moeten afstemmen zo, hè. Ja, jij ja. Jij gaat voor de vakantie, Céline gaat op vakantie. Ik ga 2 weken weg, dan kom ik terug. En dan Céline 2 weken weg. Mm. We zien elkaar een maand niet. Oh. Ja. En we gaan donderdag nog op collectie en we gaan nog veel doen deze week. En vrijdag vertrekken wij al naar Amsterdam eigenlijk voor te gaan slapen daar. En zaterdagochtend gaan we naar de luchthaven. Het is kei lang geleden. Wat? Vliegen? Ja. Ja. Ik heb ook niet meer gevlogen sinds juni, denk ik. Ja, juni. Ah, oh, ik. September. Ja. Ja, dat is zo lang. Normaal vlieg ik echt veel. Maar nu, dit jaar hebben we veel met de auto ook gedaan, dus. Ook leuk, hè? Ja. Mm-hmm. Maar oké, ik denk dat we aan het zagen zijn. Nee? Ja, jij misschien? Ja, ik zaag altijd. Dat is gewoon. Niet altijd. Niet altijd, maar wel veel. Zelfkennis aan. Begin van alle wijsheid. Ik praat gewoon veel. Wat? Ik praat gewoon graag en veel. Ja, dat is. Ik doe dat heel graag. Duidelijk, ja. Doet je dat oprecht, graag? Ik praat echt heel graag. Dat is je hobby, hè? En je doet dat heel goed. Ja, oprecht. Dat is echt heel raar, maar ik praat graag. Raar, hè? Ja. Als ik zo'n hele dag alleen thuis ben of zo, dan mis ik dat om zo tegen iemand te hebben gebabbeld. Praat ik heel de tijd tegen de katten. Snulmelkjes. Milks. Wat ga. Hier, geef me maar lekjes. Slaap wel allemaal. Slaap lekker. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. We zijn trouwens unsharp, hè. Unsharp. 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 Zeker. Thumbs up. Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. En vergeet ook niet milkjes en staart. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Het is echt Milky met zijn staart. En wij zien jullie morgen.